We staan hier op het strand van Zeebrugge, een prachtig strand, maar de afstand is nogal groot naar het water. En daarom stellen wij voor om een getijdenbad aan te leggen. Een getijdenbad is als het ware een soort zwembad. Wanneer het vloed is, wordt het gevuld met water. Dan kunnen de kinderen, de volwassenen, in spelen, want het water blijft er sowieso door een muur op staan. En telkens er getijden zijn, wordt het water ververst. Dus aangenaam en veilig hier op het strand van Zeebrugge. Ja, en in steden zoals Saint-Malo in Frankrijk, Plymouth in Engeland, tonen ze aan dat het echt heel mooi een aantrekkingspleister kan zijn. En ook in Brugge zijn we ervan overtuigd, zullen heel veel extra toeristen dit getijdenbad komen bezoeken. Hallo. We raken weer dat gewend, hè. Ja, de flow komt erin, hè.